Dit is Back to Your Roots. In deze serie volgen we gedreven Groningers die stad en ommeland ver achter zich lieten om hun passie na te jagen. Ondanks hun succesvolle carrière besloten zij om terug te keren naar het noorden, naar de plek waar het allemaal voor hen begon. Ook ik keerde terug naar een carrière in de Randstad en ik ben benieuwd wat anderen drijft om hetzelfde te doen. Mijn naam is Steven Smit. En vandaag sta ik hier op Corpus Den Hoorn. Dit zijn de trainingsvelden van FC Groningen. En ik praat met Leandro Bacuna, die na 10 jaar in Engeland bij de Premier League terug is gekeerd naar zijn oude clubpie FC Groningen, de trots van het noorden. Afgelopen zomer tot FC Groningen, Bacuna weer thuis. Voelt het ook zo voor jou als thuiskomen? Nee, zeker weten. Ik denk, ik ben hier als je achter je kijkt. Ben ik hier begonnen, daarachter nog bij de GSC. Vanaf jongs af aan heb ik hier alles meegemaakt. En het was voor mij een mooie tijd om eigenlijk terug te keren. Hallo, ik ben Leandro. En dit is mijn club. En dit is mijn club. Op een gegeven moment komt er natuurlijk een heel mooi aanbod. Premier League. Kun je me meenemen naar dat moment? Ja, weet je, zou ik heel, heel eerlijk zijn. Ik wist er helemaal niks van. Die trainer die zag het in mij zitten. Die zag het in mij een speler die veel kon lopen en veel kon werken en dit en dat. En, ja, op de een of andere dag stond ik in Engeland en toen zat ik daar voor 4 jaar getekend. Het was gewoon een competitie die elke jongen in wil spelen. Hoe is dat dan? Dus als je dat in één keer hoort, hoe is dat dan voor jou? Het is heel moeilijk. Het was heel moeilijk in het begin. Mijn moeder ging wel de eerste paar maanden met me mee, dus die had mij toen daar gesteund. Maar daarna moet ze ook weer naar huis, snap je? Ja. Dus het was moeilijk. Ik kon niet koken, kon niks. Hoe heb je dat opgelost? Ik heb naast mijn moeder gestaan in de keuken. Oh, gewoon leren? Ja, gewoon leren. Snel, ja, oké. En je bent dus hier, jij bent echt een kind van de club. Je zei net al van, ben ik mijn eerste pasjes gaan zetten als het ware op de velden. Ja. Kun je ons meenemen naar die tijd? Hoe was dat voor jou? Ik denk de mooiste jongensdroom die ik had. Mijn droom was het gewoon profvoetballer worden en Euroborg spelen. Ik ben hier begonnen, heb de hele jeugdopleiding gedaan. Bijna naar huis gestuurd. Bijna naar huis gestuurd? Was het? Ik weet niet precies wat gaande was, maar... Je was jong. Ik was nog heel jong. Dus, maar het heeft me gemaakt door de speler dat ik ben. En ik ben er nog steeds heel, heel dankbaar voor. Ook een groot iets waarom ik terug naar Groningen was mijn moeder. Toen naar Engeland was een vliegangst, dus die kwam altijd met de trein naar Engeland. Ik had toen tegen haar gezegd dat ik toen naar de Zandbak, naar de West-Indies wou. Ja. En zij dan dat met vliegangst met de trein niet te doen. Ik wil daar niet naartoe. Dan ga ik je niet meer zien, dan kom je daar niet meer. Ze heeft me altijd gesupport. Ze stond hier altijd met mijn vader bij. Ze stonden hier altijd als eerste. Elke ochtend 8 uur opstaan, elke ochtend met me mee. En dat is ook iets teruggeven aan je ouders. Kun je mij vertellen, want volgens mij zijn jouw ouders in de jaren 80 ongeveer hier naartoe verhuisd. Ja. Waarom kozen ze daarvoor? Wat was de reden? Ja, ze hebben toch altijd wel van Curaçao gehouden, maar in Nederland heb je gewoon meer opties dan in Curaçao. Dat is gewoon zwart op wit eigenlijk. En kwamen ze toen gelijk hier in Groningen terecht? Ja. Dat was gelijk. Ik heb altijd gezegd, waarom zullen jullie helemaal naar Groningen komen? Jullie konden overal naartoe gaan. Ja, precies. Nee, dat was wel mooi. Ze vonden Groningen leuk en ze zijn hier altijd gebleven, nooit weggegaan. Nog steeds niet de ambitie om ergens anders naartoe te gaan. En jouw jongere broertje die zit nu in Engeland, toch? Zijn jullie heel hecht met elkaar? Ja, ik denk het wel. Toen ik jonger was, had ik een grotere steun aan mijn broer die mij geholpen heeft. Vooral veel naar mij toegekomen is toen ik in een periode in Engeland zat. Ja, ik vond het moeilijk in het begin om dan ook die steun te zijn voor mijn broertje. Maar ja, naarmate ik iets ouder word, heeft hij dat weer zeg maar, een beetje naar mij overgedragen. Want ik heb dan langzamerhand veel meegemaakt in voetbal en dat kan ik weer overbrengen naar hem toe. Dus ja, zo is het eigenlijk wel een mooie stap geweest. Even, jij zei net tegen mij, je moeder heeft een rol gespeeld in jouw terugkomst hier, maar nu moet ze dus alsnog weer... Want ze is er nu niet hier in Nederland, ze zit in Engeland. Ja, toch weer daar? Ja, ze is nu bezig met zijn kerstboom aan neerzetten en alles klaarzetten voor wanneer wij komen. Dus. Kunnen we haar misschien bellen? Is dat mogelijk? Dat zou kunnen, ja. Hallo, goeiedag. Hallo. We hebben het natuurlijk een beetje over de terugkeer van Leandro weer naar Groningen. Hoe is dat voor jou dat hij weer terug is? Leuk, gezellig. Ja. Zeker als de kinderen terug is naar huis, dat is zeker leuk. Want hij vertelde mij dat jij best wel belangrijk ook wel bent geweest voor zijn terugkeer. Dat jij eigenlijk de laatste stem had. Klopt dat?
Ja, dat klopt. Dat klopt. Ik heb gezegd, als het wat minder wordt, niet Groningen niet vergeten. Misschien is er wel de rijpe tijd om even terug te komen. Ja, want hoe is dat voor jou? Je bent hier in de jaren 80 naar Groningen gekomen. Wat is Groningen voor jou voor plek? Thuis. Hey, je bent met de trein gekomen helemaal, hoorde ik, naar Engeland. Je vliegt niet. Hoe is dat dan, Leandro? Als jullie moeten vliegen, dan kun je rust houden. Nou, hoe gaat het dan met je moeder? Ik heb het 3 à 4 jaar geleden. Toen zei ik tegen haar, we gaan een weekje naar Spanje. En toen kwamen we op Schiphol, maar ze voelde al dat er iets niet klopte. Ze zeggen, we gaan niet naar Spanje. Ik zei, nee, we zitten 9 uur lang in Curaçao. Nou, boos dat ze was, boos, jongen, niet normaal. Toen ik wist dat ik de zo moest, zeg ik van, ik ga weglopen. Ik ga naar het toilet en dan ga ik weg. Ze zei, nee, ik ga niet weg, ja. Dat was wel leuk. Vanavond voor voetbal kijken? Eigenlijk wist ik niet dat ze tegen Cardiff spelen. Ja, jij al vroeg. Oh, wat grappig. Ja. Voor wie ga jij juichen dan? Ja, voor mijn broertje. Ja, misschien. Nou, heel leuk. Is goed, man. Doei. Hoi. En hoe is het met je vader nu? Goed, heel goed. Ja, die is eigenlijk in de jaren is hij omgebouwd tot een, een echte Groninger. Ik noem hem af en toe noem ik hem wel een boer. Oh ja? Waar merk je dat aan? Nou, alles wat hij doet is Nederlands. En hij praat puur Nederlands, hij praat Gronings ook. Ja. Dus als je thuis komt ook bij mij in Haaksteden, dan staat hij in de tuin en dan is hij weer aan het glas maken en is hij weer dit aan het doen. Ja, hij is gewoon super mooi. Leuk. Schoentjes halen. Ja. Heb je ze al uitgezocht? Ja, dat heb ik al uitgezocht. Ja. Kom eens vriend. Goed? Ik zal jouw naam hangen. Ja. Wist je dat wel? Voor mij of voor mijn broer? Dat is voor mij nog steeds mening. Houdt hij me nog steeds schulden. Wat voor schoenen heb je uitgezocht? Oude schoenen. Ja? Ja, het zijn teruggebracht. Ja. Ik word ook net zo oud, dus ik ga al vroeg terug in het tijd. Terug naar je roes, toch? Naar weer? Naar je oude schoenen. Juist. Zijn ze? Hoe lang komt hij hier al? Nou, eigenlijk toen hij in Engeland speelde, kocht hij ook wel zijn schoenen, maar dat was op afstand. Maar sinds hij weer terug is, dan zien we wel 1 keer in de week, 2 weken, komt hij even buurt, hè? Hij is de eerste die je neemt. Ik heb niet eens in de winkel nog staan. Dus hij is gewoon heel exclusief ermee. Maar hoe is het voor jullie ook om hem weer te zien hier bij Groningen? Ja, dat is echt superleuk. Dat is echt heel superleuk. Daar zijn we echt heel blij mee. Dat eigenlijk gewoon echt de jongens gewoon van de stad weer terugkomen. Ja, vinden wij het allermooiste. Een flapje erbij. Sjoe, jongen. Hij lukt je fijn in een paar schoenen. Ja. Ze is voor zo'n thuis ben gekomen. Ja, precies. Oh. Dankjewel, jongen. Hey, dankjewel dat even met je mee mocht. Ja, geen probleem. En sporen, man. Ja. Hey, dus hier moet mee gaan gebeuren. Ja, precies. Ik zeg, moet luisteren. Het begint te trillen. Een enorme knal. Volgens mij is het een aardbeving.